Milan Knol kan niet tegen zijn verlies. En Enzo Knol heeft ruzie met Calvijn. En wordt daarnaast ook nog eens voor zijn smol geslagen door Rico Verhoeven. En Link Tijger heeft een nieuwe vriendin. Dat en meer zien jullie vandaag bij Zondag met Pascal. Mijn naam is Pascal en ik draag een bandana om mijn nek in plaats van om mijn hoofd. Want ik ben een hipster. En ik wens jullie veel kijkplezier. We beginnen met het allereerste nieuwtje en dat is Milan Knol kan niet tegen zijn verlies. Hij heeft namelijk laatst een video geüpload met de titel Milan vs. Brigitte, waarin hij een mobiele game speelt tegen zijn vriendin. Alleen kan Milan niet heel erg goed tegen zijn verlies. Kijk maar. Oh my god, mijn telefoon! Dat doe je toch niet? Je gooit toch niet zomaar een glas water in het gezicht van je vriendin? Je maakt er op een andere manier nat, Milan. Niet via... glas in water. Maar ben je nou benieuwd naar de hele video? Kijk dan even het eerste linkje in de beschrijving. En dan kan je dus zien hoe hard Milan wordt ingemaakt door zijn vriendin. Loser. Laten we doorgaan met het broertje van Milan. Enzo Knol, ook wel bekend als het broertje van Milan Knol, is een beetje boos op Calvijn. Calvijn heeft namelijk een video geüpload waarin hij een week lang het leven van Enzo Knol gaat nadoen. Door zijn Instagram-foto's na te maken en al dat soort dingen. Maar Enzo vond dat niet zo leuk. Hij was daar heel erg woest om. Kijk maar naar dit clipje waar ik even zelf de stemmen doe. Omdat ik geen zin heb dat mijn video automatisch wordt geclaimd. En dat ik weer allemaal dingen moet regelen om hem unclaimed te krijgen. En kijk maar even. Ja, hey, Calvijn, je moet iets even luisteren dan, hè. Je hebt me die video geüpload, maar dat ben ik helemaal niet mee eens, hè. Ja, dan kan hij er wel dom om gaan lachen, maar dat is helemaal niet grappig, hoor. Ik ben hier bloedserieus. Moet niet naar mijn hoofd kijken. Ik ben toch bloedserieus hier? Ik vind het echt niet leuk dat jij de video hebt geüpload zonder mijn toestemming. Dus ik wil of al hun geld, of ik haal de video offline. Ja, joh, grap, dat is grapje toch? Dat is toch niet waar? Dat is toch grapje, joh? Ja, nee, dat ben je geen grap. Oeh! Ja, Calvijn is de lul, hoor. En ze accepteert dat niet zomaar, hoor. Nee, hij wil die verdomde centjes hebben. Ik snap hem wel, ik zal precies hetzelfde doen. Ik bedoel, zoveel weergave. Al dat geld... Wat? Wat? Oh, we moeten hem iets verder kijken? Oh, oké. Okay. Het kan toch weer... Oké, dan moet ik er even over nadenken. What's good, fam? What's good? Dang it, Enzo, het was een prank! We zijn er allemaal ingetrapt! Ik als supergoed nieuwsteam dacht eindelijk een lekker clickbaitje te hebben van yes! Hier kunnen we hem pakken, hoor, hier kunnen we hem pakken, yeah! Maar nee, het was een grap. Het was gewoon een grap. Wat een boef, wat een boef. Maar dit is niet het enige over Enzo. Ik pak mijn papiertjes er weer even bij, want... hier staat namelijk, Enzo Knol is in elkaar geslagen door Rico Verhoeven. Enzo heeft namelijk dit filmpje op Instagram gezet. Komt-ie. Oh, zo. Enzo. Godverdomme, zo gaat hij. Oeh, ja, dat is een flinke klap, hoor. Dat is een flinke klap. Dat is even zo, pats, right in the face. En je kan zeggen wat je wil, maar dat was toch wel echt heel erg echt. Wat? Ja, hij heeft vlog geüpload, ja. Ja, oké. Okay, ja. Oké. We hebben nog een fragmentje om te laten zien. Oké, dit is natuurlijk niet echt, dames en heren. Dang it, Enzo! Doet hij het weer? Nu moet het ophouden, hè, met die pranks. Nu ben ik er echt klaar mee. Nu moet je echt ophouden, hoor. Ik probeer hier een heel serieus nieuwsitem neer te zetten. En elke keer krijg ik weer te horen dat het... het is een prank! Een vieze prank! Ja, jongens, dat was ook een prank. Laten we maar gewoon doorgaan naar het volgende nieuwtje, oké? Okay? Ja. Oh shit, we zijn alweer begonnen, sorry. Het volgende nieuwtje komt van Calvijn. En nee, dit is geen prank, want hij heeft het volgende op Instagram geplaatst. What's good, Calvijn? In december gaan er mooie dingen gebeuren. Sterretje, vlammetje, gek gezicht. Kan jij raden wat, trekker? Wat gaat Calvijn doen? We weten in ieder geval dat Calvijn gekke series heeft. Dus ik ben benieuwd wat voor series je nog meer gaat doen, Calvijn. In ieder geval veel succes met whatever the fuck je mee bezig bent.
Het volgende nieuwtje gaat over Linktijger en zijn nieuwe vriendin, jongens en meisjes. Hij heeft weer een nieuwe vriendin. Ja, 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 ja. Ik en alle mede-Link fangirls zagen dit al aankomen, maar Link heeft waarschijnlijk een nieuwe vriendin. Oh my god. Hij heeft namelijk een video geüpload met Maxime. En dat is een meisje. Wie had dat gedacht? Hij ging namelijk samen met haar Fortnite spelen en... Kom op, dat is de ideale eerste date. Fortnite spelen met een meisje. I mean, als een chick met jou Fortnite wil spelen, dan weet je 100% she's into you, man. She is into you, yeah. Maar laten we de reacties er even bij pakken. Link en Maxime, had je vraagteken? Link en Maxime hebben een relatie? Uitroepteken, vraagteken. I mean, kom op. De kijkers zeggen het ook allemaal in de comments, dus dit moet wel waar zijn. Dit kan niet anders. Is dit Link's nieuwe vriendin? Er staat geen vraagteken of uitroepteken achter, dus ik weet niet of het nou een vraag is of dat het een ding is van... Dit is zijn vriendin, maar in de vraag... Wat? Nieuwe vriendin? Vraagteken, uitroepteken. Fortnite wijven zijn de beste. I told you guys, I told you. Zelfs de comments van de video zeggen het. Het moet wel. Ik bedoel, als een jongen met een meisje een video opneemt, instant hebben ze een relatie. Ik bedoel, kijk naar Enzo en Dionne. Die hebben samen een video opgenomen en ze hadden meteen daarna een relatie. Oh my god. Dit kan geen toeval zijn hoor. Dit is gewoon altijd zo met elke YouTuber. Als je een mannelijke YouTuber ziet en die neemt op met een meisje, ze hebben gewoon verkering. Kan gewoon niet anders. Nee. Neem even zonder grappen. Waarom denkt altijd iedereen dat als een jongen en een meisje met elkaar omgaan en bijvoorbeeld een video maken, dat ze meteen een relatie hebben of zo? Oh my god, jullie zijn zo cute samen. Jullie moeten verkering nemen. Waarom zijn mensen altijd zo? Waarom zijn kinderen zo? Waarom zijn... Kijkers gewoon zo. Stop ermee, oké? Gewoon hou op. Laten we verder gaan met het volgende nieuwtje. Ronald Fledder van het kanaal Ronald is weer back on track, beste dames en heren. Hij was even een tijdje uit de running omdat hij een dierbare is verloren. Maar hij komt weer terug. Hij gaat weer volop knallen. Hij gaat weer gekken. Als ze video's voor jullie maken. In ieder geval, dat zegt hij in deze tweet. Vanaf zaterdag weer video's. Vlammetje, vlammetje. Na mijn vreemde week kunnen jullie dan weer leuke video's verwachten. Punt. Heb ze uitgeschreven en als ik weer thuis ben, opnemen. Nog steeds thanks voor al jullie lieve berichtjes. Deze maandag ook weer live. Hartje, love, uitroepteken. Wat is het toch ook een lieve jongen, die Ronald. Maar laten we doorgaan naar het volgende nieuwtje. Oké, ja, dat was het nieuws. Ik heb geen nieuws meer. Dat was hem, ja. In ieder geval, vond je dit nou een leuke video? Dan weet je wat je moet doen. Doe even dat duimpje omhoog. En abonneer hier beneden als je het nog niet hebt gedaan. Plus, tringelingeling even op dat belletje. Want je weet wat er gebeurt als die hamer in beeld is en je niet hebt getringelingeling. Dus kijk dan maar heel goed uit. En mocht je niet weten wat tringelingeling is, dan zeg maar op het belletje klikken naast de abonneerknop. Zodat je een melding krijgt wanneer ik een video upload. En dat kan heel handig van pas komen soms. Maar dan bedankt jullie allemaal voor het kijken en dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Mijn naam is Pascal en ik zeg jullie... Goodbye.